Delfshaven TV. Aanstaande zaterdag is ook de Kids Run. Kinderen bereiden zich alvast voor in het Euromastpark. I don't know what kind of girl you're taking me for. All I know is you're about to start up. Hallo, kun je vertellen wie je bent? Pika. En wat gaat er hier gebeuren in het park? We gaan hardlopen. En waarvoor is dat, dat hardlopen? Voor sport en als je wel wil. En soms doen we ook trainingen voor marathons. Ik begrijp dat je alweer voor de derde keer meedoet aan de marathon. Ja, Kids Run. En hoe is dat? Leuk. Maar het is niet de enige marathon waar ik aan mee ga doen. Oh, waar doe je dan nog meer aan mee? Kika. Voor een... Ik ga een sponsorloop doen misschien dit jaar weer. Dat is het Kinderkankerfonds, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Wat vind je zo leuk aan hardlopen? Ik vind het... rennen vind ik het leuk. En ik ben niet zo goed in rennen, maar wel in lang volhouden. Het is eigenlijk de generale repetitie voor volgende week op de Koolsingel. Ze gaan starten bij het startpunt. Aan het begin van het park. En dan hebben ze een vast parcours van een kilometer. Die de kinderen kennen. En daar gaat de tijdklok eigenlijk. Dus het wordt spannend voor ze. Jullie trainen ook mee voor de marathon? Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Sinds dat we het konden doen. En hoe lang geleden is dat begonnen? Volgens mij toen ik 7 jaar was. En hoe vind jij het om iedere zaterdag zo vroeg op te moeten staan? Leuk. Toch wel leuk? Je hebt er geen probleem mee om vroeg op te staan? Eigenlijk niet. En ben jij een van de betere lopers? Eigenlijk niet. Ik loop, want we zijn aan het oefenen voor de kilometerloop op tijd vandaag. En dan loop ik meestal in het midden of vooraan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Ik begrijp dat u een van de trotse ouders bent die Delfshaven TV gemaild heeft. Ja, dat klopt. Ik ben zo trots op mijn kinderen dat ze gewoon lekker sporten, lekker bezig zijn. Dat is goed voor ze. En ik zie gewoon wat een plezier ze hebben. En ik vind eigenlijk gewoon het hele initiatief van Renate van Beek, dat vind ik gewoon zo lovenswaardig. Dat ze gewoon lekker die kinderen goed bezighoudt, het plezier van het lopen laat zien. Nou, en uiteindelijk worden ze gewoon lekker fit van. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dus... Nu zag ik dat uw dochter ook een hele goede tijd neerzette. Ja, ik had haar gezegd, probeer een constante tijd te houden. Dat heeft ze gedaan. En ze konden erbij, maar ze zit toch gewoon aardig in de buurt. En die doet het hartstikke goed. Dus helemaal top. De kinderen zijn nu aan het trainen en de marathon is al volgende week. Die is al volgende week, ja. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze hebben nu dus de generale repetitie gelopen. En nou... Mooie tijden, dus het gaat helemaal goed komen met die kinderen. Begrijp ik dat normaal uw vrouw leidt deze lessen? Ja, die doet het helemaal vol overgave. Eigenlijk. Uit enthousiasme doet ze die kinderen eigenlijk trainen. En ja, het doel nu voor dit jaar is dan de kinderloopgroep eigenlijk. Maar ze doet het eigenlijk het hele jaar door. Ben je tevreden over de tijd die je vandaag hebt gelopen? Ja. Is dat de snelste tijd tot nu toe? Nee, want vorige week had ik 5.5 en nu 5.6. Kijk je uit naar de marathon volgende week? Ja. Afgelopen vrijdag was er een gaslek in de Havenstraat. Politie en brandweer rukten uit. Vrijdagmiddag 4 april, rond 5:30. Gaslek in de Havenstraat. De brandweer en politie is aanwezig. De straat is aan beide zijden afgezet. Niemand behalve ik wordt gesommeerd weg te gaan. U mag niet filmen. Heeft u een perskaart?
Ik zeg dat ik buiten de afzetting sta en in de openbare ruimte. Dat ik werk voor Delfshaven TV. Hij zegt dat hij meerdere heeft gebeld en dat ik weg moet. Ik word gesommeerd. Ik vraag of hij dat in beeld wil doen. Dat hij een vergissing maakt. En dat het bij de politie bekend is en bekend zou moeten zijn. Meneer, ik ga niet met uw reden twisten. Ik moet u verzoeken uw camera uit te zetten en weg te gaan. Anders wordt u opgepakt. De buren staan om me heen. Ik wijs hem erop dat ik hem overijverig vind. Dat het neigt naar dienstklopperij en machtsmisbruik. En dat hij de regels niet kent. Dat burgemeester Abu Talib zelf onlangs nog aan de politie heeft duidelijk gemaakt. In de openbare ruimte mag je filmen. Vrije nieuwsgaring. Ik besluit het niet op de spits te drijven. Want dan willen ze je pijn doen. Handboeien iets te strak. Camera per ongeluk stuk. Of filmmateriaal wissen. Tot zover het vrije Nederland, waar je rustig en vreedzaam door je eigen straat kan lopen. Eens te meer besef ik dat ik geen tof koekje ben. Dat ik een vieze smaak van machtsmisbruik in mijn mond krijg. En dat het me emotioneel raakt. En dan nu een interview met Mark Koopman Ronald. Wie gaat er nou aan Rotterdammers vragen? Of ze wel eens tevreden zijn. De kans dat je er één treft die dan ja zegt, is in Rotterdam verschrikkelijk klein. Wat praat wat? We bespreken het wereldnieuws hier met Ronald, de sokkenkoopman op de markt Grote Visserijplein. Wat vindt u van de bezetting van de Krim? Ik ben niet zoveel mee bezig, maar... Als ik er een beetje zijdelings laat ik me heel lang gaan en daarover nadenk, denk dat die Russen gewoon weer... Allemaal machtsspelletjes. Ja, want het zou toch wel weer een wereldoorlog kunnen betekenen? Ja, ik weet niet of het wereldoorlog zo gauw gebeurt. Met de mogelijkheden die de bepaalde landen hebben, tot ze bang voor elkaar zijn. Ik denk niet dat het zo gauw gebeurt, maar ja, goed is het nooit. Misschien konden die mensen niet anders. Maar dat heeft echt niks te maken met Marokkanen. Als wel een Turk of een Nederlander of een Suriname, maakt niet uit waar die vandaan komt. Iedereen die zoiets flikt, die vraagt daarom. Dat moet je gewoon niet doen. Je vindt het gerechtvaardigd om je goed en... Voor zoiets wel, ja. Kijk, niet voor als iemand hier iets pikt, dan kan je hem een klap geven. Maar als jij... Vanaf XL alleen. Ja, ik kom. Als je zaak op zo'n manier benadert, dat is heel wat anders dan iets van een kraam pikken waar de winkel pikken. En zeker wat in het verleden is gebeurd, tot een juwelier weet dat hij doodgeschoten kan worden, omdat hij... In Den Haag is het gebeurd, daar zou hij wel mee geleefd hebben. Maar nogmaals, het heeft niks met Marokkanen of Turken te maken. Altijd een Hollander geweest, hadden ze hetzelfde mogen doen voor mij. En ik denk ook een weldenkend mens of ook in de eigen gemeenschap die daar ook zo over denkt. Want dat is gewoon zo. Ik geloof dat de familie hebt gezegd, als het uit nooit weer blijkt, dan laat ze het daarbij. Ik bedoel, je hebt in iedere discussie en in wat het ook is, heb je altijd voor- en tegenstanders. En er zijn ook zat mensen, ik heb ook zat mensen gesproken van die afkomst die het niet zo vonden. Ik bedoel, maar het wordt altijd maar aan één kant belicht. Begrijp je? En ik snap ook wel, ja, als het een dierbare van je is, dat je dat niet wil zien. Maar ja, je moet wel de waarheid onder ogen zien. En ik vind het zielig voor die jongens. Ja, ik bedoel, dus misschien tot de gebeurtenis extreem. Maar ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Ja, die hebben ook ouders, die jongens. En die hebben misschien ook niet gewild dat ze dat deden. Voor hun blijft natuurlijk het verlies, ondanks ze crimineel zijn, wel, voor die mensen ook zielig. Want die zijn misschien helemaal niet zo. Blijft altijd moeilijk allemaal. Maar ja, het zou ook wel weer een oorzaak hebben. Het is niet goed te praten wat ze gedaan hebben, zeg ik ook niet. Het kan ook absoluut niet. En het is zo gelopen door de eigen toedoen. Alleen ja, misschien ook problemen gehad vroeger of een opvoeding die niet gelopen is zoals ze willen. Alles heeft een achtergrond. Kijk, als je dus kijkt van wie moest de dood, de juwelier of de jongens. Ja, dan is het logisch die jongens natuurlijk. Dat is heel normaal. Ik bedoel, in Den Haag is het andersom gebeurd. Die zijn ook de vader kwijt en de man.
Vind je dat ze dan nog wel vervolgd moeten worden wegens verboden wapenbezit? Nee, niet als die andere jongens ook een wapen hadden. Ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Wapenbezit, kijk, dat moet je ook in strekking zien. Ik bedoel, als je er zomaar mee op straat loopt en je gebruikt het voor... Ja, het is inderdaad heel moeilijk wettelijk wat ik nou zeg. Maar ik bedoel, het is rechtvaardig gebruikt. Laten we het zo zeggen. Dat vind ik wel. Als een ander met een wapen voor je staat, je weet toch niet wat hij gaat doen. Dan moet je het toch wel. Het is hij of ik. Ja. Ik bedoel, ik kan zeggen, wapenbezit, ja, dat moet op dit moment maar van tafel geveegd worden natuurlijk. Want anders hadden ze niet meer geleefd. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Een beetje mijn gal spuren over bepaalde dingen. En tijdsverdrijf. En ja, zo simpel leg het. En dan nu Delfshaven is. Wat betekent Delfshaven voor u? Delfshaven, dat is een week waar ik woon. Oké, okay, en ja. Wat betekent het nu al voor u? Voor mij, dat is een heel rustig wijk. Delfshaven is heel rustig. In veilig, volgens mij. Geen criminaliteit? Ja, dus criminaliteit is overal. Het is niet alleen in Delfshaven. In heel Nederland kan de criminaliteit vinden. Niet alleen in Delfshaven. Hoe veilig voelt u zich in Delfshaven? Hoe veilig voelt u zich in Delfshaven? Nou, eigenlijk heel veilig. Hoe zouden we ons eigenlijk kunnen verbeteren? Dat ligt eraan wat je onder veiligheid verstaat. Want bijvoorbeeld fietsen stelen, dat is een groot probleem op het moment. Hier in Delfshaven, er is echt 's nachts ontzettend veel fietsen gestolen. Ik had net een splinternieuwe fiets en die is alweer kapot gemaakt. Maar goed, is dat veiligheid? Ja. Hoe denkt u dat wij dat kunnen verbeteren? Oh ja, weet je, ik ben geen politicus, ik hou me daar niet mee bezig. Hoe veilig? Redelijk veilig. Is er misschien ook een manier hoe we dat kunnen verbeteren? Misschien op sommige plekken nog wat beter verlichting. Voor de rest is het is wel redelijk veilig. Vroeger was het in Delfshaven natuurlijk heel erg onveilig. Met heel veel prostitutie, heel veel junkies, heel veel criminaliteit. En tegenwoordig is het al een hele stuk opgeknapt. En hoe is dat verbeterd dan? De junks zijn eigenlijk weg. Die zitten nu in een soort opvanghuizen. En er is veel harder opgetreden door de politie. En dat heeft toch echt geholpen. Het is een stuk veiliger dan het was. En dat is ook wel een van de redenen dat ik hier ben gaan wonen. Dus ik ben hier met kleine kinderen gaan wonen, anders had ik dat niet gedaan. Dus Delfshaven is een hartstikke leuke buurt die al heel erg is opgeknapt. Het kan altijd verbeterd worden natuurlijk. Wat voor opzichten? Nou, laat eens een beetje beter naar de kinderen gingen kijken. Sorry, wat zegt u? Dat de ouders een beetje beter op de kinderen letten, wat ze allemaal uit vreten. Op wat voor manier bedoelt u dat? Nou, vernielingen en allerlei dingen die hier op straat gebeuren. En als we camera's neerzetten of meer politie, zou dat helpen? Nou, dat weet ik niet. Het zou juist moeten zonder camera's. En hoezo denkt u dat dan? Nou, ik ben vroeger ook niet zo'n lievertje geweest, daar gaat het niet om. Maar vroeger, als je wat uitstraalde, kreeg je een ruimje horen. En dan kwam je janken thuis en dan zei je vader, wat heb je gedaan? Ja, dat en dat, dan kreeg je weer van een ruimje horen en dan leer je het wel af. Dus eigenlijk meer straffen bent u voor? Maar straffen wat helpt. Dus de rotzooi die ze maken, dan laten ze die rotzooi dan ook maar opruimen. Dit was het weer voor vandaag. Volg ons ook via YouTube, Twitter en Facebook. Donderdag is er weer een nieuwe uitzending. Tot dan! Let the whole world know you're out there. High in the high.